Ik heb net de energiekaravaan geopend en de energiekaravaan is van Duurzaam Leiden. En dat is een informatiepunt die naar de verschillende huizen van de buurt trekt. Deze maand zitten ze in het gebouw in Leiden-Noord. En dan kun je eigenlijk allerlei informatie krijgen over kleine en ook grotere maatregelen die je kan nemen om je huis energiezuiniger te maken. Het draait om energie, want we willen energiearmoede in de stad aanpakken. Nou, wij hebben de kennis en de kunde om mensen te informeren hoe ze dat kunnen doen. En Inclusio heeft natuurlijk het netwerk van de mensen die helaas in de problemen kunnen komen, onder andere op het gebied van energiearmoede. Maar wat je moet kijken is kieren dichten, radiatorfolie, ledlampen aanbrengen en hele oude apparaten zoals koelkasten vervangen door een nieuwe. Vooral als er dan weer een actie van de gemeente is waardoor je er korting op krijgt. We hebben nog meer subsidies. Daarmee kun je ook op onze website kijken van ga goed. Maar we hebben ook een isolatiecampagne waar we naar de hele stad laten zien op wat voor manieren je eigenlijk bijvoorbeeld de vloer zou kunnen isoleren, je dak zou kunnen isoleren en ook welke hulp daarbij beschikbaar is. Er zijn hele kleine maatregelen, vind ik een mooi woord, de radiatorventilator. Dat je zeg maar heel snel de warmte die jouw verwarming maakt, dat je die door je hele huis kan verspreiden, zodat die eerder uit kan. Toch strips zijn natuurlijk een mogelijkheid. En natuurlijk ook is het een stukje gedrag. Hè, wat doe je allemaal? Laat je vaak de deuren openstaan of niet? En dat zijn natuurlijk eigenlijk gratis tips. We zitten in ieder geval vanaf 8 januari nog 5 keer 4 weken op andere locaties. En daarna hopen we dat we de volgende winters doorgaan, want energiearmoede is nog lang niet uit de wereld helaas.